begon sterk. Ja. Wat doet hij? Wat doet hij? Hierachter mannen tussen de 16 en 24 jaar oud. Die spelen op het allerhoogste niveau hier in België. In het prachtige stadion Crossing Schaarbeek in Brussel. No way back! Ik sta naast Andrew, geen tijd. Ik ben Andrew, ik speel rechtsback. Ik ben heel technisch, heel snel. En ik sta naast Mo, geen Salah. Ik ben linksbuitenspeler, een beetje technisch. Mo tegen Andrew. Hoe ben je? We zijn in de volgende... Ah, jammer! Mooie actie! Andrew, rechtsback. Kan ook aanvallen. Ja, netjes hoor! Zo! Netjes hoor! Hij moet. De keeper heeft hem! Schaarbeek. Netjes hoor! Voor een verdediger? Even aansluiten. Oh, lala! Hij moet. Denk, weet je wat, ik ga er gewoon in. Keeper. Ja. Hij heeft hem. Bien redding, bien. Matchpoint, Andrew, nog steeds. Heeft hem. Nog steeds. Ja! Blauwe Mo is helemaal terug. En die komt naar de zero. Nee. Oei, hij heeft hem. Andrew. Hij heeft hem. Die scheidsrechter. Hoe heet de keeper? Hoe heet die? Wat een naam. Hey, Bleach! Hij begon sterk. Wat doet hij? Wie keeper? Wat doet hij? Wow! Hij begon sterk. Heeft hij de wedstrijd ook gepakt? Nee! Het is wel een zware strijd. Ik ben gewoon aan het zweten. 1 tegen 1 is zwaar, hè? Te snel geschoten. Trouwens, in België kan je ook gewoon toezijde puntje opstellen. We bezorgen overal. Ja. En nu dan? Matchpoint! Hey, dit was een interessante battle. Meest legendarische Riva. Legendary referee. Riva. Cristiano. Wat kunnen we van jou verwachten? Zo snel mogelijk te winnen. Mm-hmm. Dat is alles, hè. Vloeken. Hey, hoe vaak heeft hij ingehouden? Ik doe hem. En nog een keer. En dan scoren. Chris. Zo, hij is langs. Chip over de hoek. Hij kan op voorsprong komen. Hij wilde de benen spelen, maar Mo had het door. Hij is... Laat hem hangen. Goeie redding! Guardia! Ja, Bali, hè? Ja. Kijk, als je een Bali, kijk maar in de herhaling, als je een Bali gooit, als tegenstander raak je verstijfd. Die is gek. Ik vond het wel een mooie actie. Het staat 2-1, hè? 2-1, ja, matchpoint. Point in match. Are we? Chris, Andrew, Steve Pieschaar, let's go. 2-3. Oké, Chris wil niks horen, hij wil gelijk aan de bal. Kakuta! Ja, dat kan hij beter doen. Hij is moeilijk hoor, zo! Andrew maakt geen grappen.
Jammer. Jammer, ja. Met die losse vinkers ook, hè? Oeh, dat is zo. Hallo, hallo. Chris moet nu echt komen, anders wordt het een Jantje. Ja, oeh, bleed met het handje hoor. Dat, oeh, zo. Wow. Ja, Chris zien we niet meer terug. En helaas zien we Mo ook niet meer terug, want die heeft toch wel hele mooie dingen laten zien. Wie we wel terugzien in de halve finale is Andrew. Naast mij Ryan, geen Bonita. En naast mij Lionel, geen Messi. Wat kunnen we van jou verwachten, Ryan? Simpel. Kappen en scoren. Geen bewegingen. Oeh. Even versnellingen. En verdedigingen. Goeie verdediging. En sterke. En sterke, ja. Sterke. Veel fysiek, veel fysiek. Luister dan. Op 18 en 20 mei vindt hier de Intercity Cup plaats. Hier in dit stadion. Crossing Schaarbeek. We hebben Franse teams, Belgische teams, Engelse teams, maar er is nog plek voor 5 Nederlandse teams. Dus waar wacht je op? Je kan €3000 winnen als je dit toernooi pakt. Maar wat ook mooi is, er zullen scouts aanwezig zijn en dan kan je jezelf in de picture spelen. Op www.intercitycup.com kan je jezelf aanmelden als team en daar heb je ook alle informatie. We gaan verder met de battles. Oh, hij zoekt. En hoe? Oh! Oh! Oei, 1-0, we spelen tot de 3. Oh, linkspootje. Hij heeft Lionel. Oh, la! Golasso! En die zoekt. Oh, la! Dat is jammer. Niks aan de hand. Pana voor niks. Is jammer. Mooi voor niks. Lionel, 1-1. Ze zijn sterk begonnen. Shuffling. Yo! Oh, la! Goed blok hoor. Kap de villa. Kijk, Rex is... Oh! Ja, 2-1. Bien joué. We hebben een speciale gast. Ja. Kijk wie hier is, hè. La puissance. Pam. Goed, la puissance. La puissance. La puissance. Pam. Wat? La puissance. La puissance. Te ver naar buiten. Ja. Esso naar Matthias Pogba. Hij heeft dit mogelijk gemaakt. Esso naar hem. Matchpoint. Oh, Akka. Oh, de villa. Oh, hij heeft een auto-binnen. Jammer. Het was een matchpoint. Het was een matchpoint, ja. Lionel, met de schuimbeweging. Okay, ja, met rechts. 2-2. Ja. Hij is terug. Het is gelijk. Het is gelijk. Egalité. Ryan versus Lionel. Zakelijk. Zakelijk, 3-2. Lionel moet nu scoren. Zo. Goed, scheids. Ja, lekker scheids. Scheids is in orde, hoor. Rafari. Oh. Ja, heeft hem nog. Ik ben naar buiten. Het is klaar. Eerste wedstrijd gaat naar Ryan. Latif, Lionel, LL. Hoe tik zelf? Oh, zie was. Oké. Hap, weer een blok. Maar let eens, dit is een herhaling. Maar heb je gezien Latif, hoe hij verdedigt? Hij stuit. Bam. Golasso! Al zin! La crossbar! Oh ja, ik zie het. Ja. Nu zag ik hem. Hij heeft hem wel, hè. Daardoor is hij kort op de voetjes. Oh! Hey, Latif is nog jong, hè. 19 jaar, hè. Hij doet het wel, hè. Is een leuke shuffle, hoor. Oh! Is dat indomptable! Kap. Hij flasht allebei. Ik dacht ook dat hij daar ging. Het staat. Hoi. Bloksalon. Oké, slecht. Bleed, gardien. Leuk. Okay. Bloksalon. Oké. Bap. En het is klaar. Lionel pakt zijn wedstrijd. We zijn nog steeds in de poolfases. Voor de tweede keer, Ryan. Maar we hebben hier Latif. Latif, stel jezelf voor. Waar ben je goed in? Wat kunnen we van jou verwachten? Ik ben nogal een snelle speler. En ook nog oké met de bal en de voet. Dus gewoon technisch en snel. Maar je hebt nu alles verklapt. Nu weet hij alles over jou. Oh. Ryan wil gelijk de bal. Kipala. Guardiola. Hij kon nog scoren, hè. Gardien, lef! Wacht! Yes, chuk.
Wat? Wel of geen goal? Oh, geen goal, geen goal, geen goal. Oké. Dat wordt lastig. Dat wordt lastig. Spelen. Ja. Op een gegeven moment is het klaar. Argos. Oh, back up. Oh, what? Oh, hey, Okocha. Hij heeft hem nog. Bam. Nee. Problema. 0-0. Ik zeg eerlijk, ik heb het idee dat Ryan deze voorsprong wel gaat pakken. Dat denk ik wel. Go! Snake, serpent! Maastricht, hè? Dit is wel carnaval shirt, hè? Go! Dit is carnaval, hè? Oh. Glitch in the game. Oké. Ja, we nemen helaas afscheid van Latif en Lionel, maar we zien in de halve finale Ryan terug. Yuri, Yesin, wat kunnen we van jou verwachten? Acties. Yuri? Probeer efficaat te zijn, gewoon scoren, man. Wat voor speler ben jij? Zes? Controlerend. Wat voor speler ben jij? 7 en 10. Oeh, oké, man. Scherp. Wel akkertje in huis. Oh, Jesse zit op zijn huis. Jesse wordt gek. Jesse wordt gek. Oh, als die zat, hè. Ik zou gewoon strak inspelen. Oh, Kotja. Oké. Maar Blind was daar. Jury. Sneller. Ja! De eerste goal is gevallen. 1-0. Gaat op snelheid er langs. Schiet! 1-1. Oh! Scharen wilde de benen niet. Schiet! Zo! Jury is begonnen. Oh! 2-2! Gelijk, het is weer gelijk. Idee. Juice. Ja. Moet. Ik compenseer. Maak het, Jordan. Hij moet scoren nu, toch? Ja, hij moet. Anders is klaar. Klaar. Ik ben met Enzo en zo. En we hebben Yesin. Enzo. Wat moeten we van jou verwachten? Niks, maar ik ga gewoon mijn ding doen. Maar we gaan zien wel, we zien wel. Oké. Yes. Oh. Mbappé. Ja, lig je er lekker bij? Ja. Vitamine D. Dat is de linker. Goeie slide in. Slijt in de DM. Wat doe je? Pas op die duif. La victoire de Angola. Oké. Waarom? Hij kon afmaken. Ja jongens, er staat veel op het spel. Wie van jullie wint gaat door naar de halve finale. Let's go. Wil je nog wat zeggen tegen jullie? No man, gewoon succes bro. Kennen jullie elkaar? Ja, fiets ver. Hem heb je wel toch? We zullen wel zien. Hem heb je wel toch? We praten met onze voeten. Dus jij ongewa! Angola! La Bouloulou! Keeper heeft hem.
Yuri, wil niks horen. Oké, dat is langs. Zakelijk hoor. Goal. Oh, hij weet wat hij doet. Oh, blok. Yuri. Oh, zakelijk. 2-0. Hij staat met een halve been. Met één been in de finale. En zo. Kom on, hè. Maak het spannend. Yuri is op winst. Yuri is op winst. Oh, en zo. Hij verdedigt het goed ook, hè? Hij weet dat hij moet verdedigen. Oh, ja. Dus vindt hij het gaatje. Maboeloe. Ja, weer op snelheid. Oh! Blade pakt hem weer, hè? Blade! Even de shine voor deze man. Thanks, man. Hij is keeper, hij geeft jou niet eens de shine, hè? Ja. Nee, kom op, Nee. Klein, ik zei, voor de halve finale. Dan kom ik bij jou. Oké. En zo. Wie gaat er naar de halve finale? Zo, wow! Lichaam. Ja, maar Yuri is lastig, hoor. Wow! Hij maakt het af. Hij maakt het af. Een verhuizing naar de kruising. En hoe? Mooi, en zeg. Hoe? Zo. Oh! Hij maakt het af. Ja, Yuri is met 2 wins door naar de halve finale. En we nemen helaas afscheid van Yesin en Enzo. Bashir, Christopher, 1 versus 1 battles. Wat kunnen we van jou verwachten? Ik denk dat ik goed kan afmaken. En ja, de rest ga ik laten tonen. Oh, en van jou? Winst. Winst. Oh. Verdedigen, aanvallen, alles. Zakelijk, hè? Ja, zakelijk. Waar is je koffer? Geen koffer bij, maar bal. Wat voor spelen ben je? Aanvallen, verdedigen, middenveld? Aanvallen, hè? Verdediger. Oké. Christopher tegen Bashir. Oh. Bashir heeft hem. Door de been. Ja. Hey! Ah oui! Oui! Pas qu'il s'y est, sir! Maintenant, ballon à Bakambu! Hein? Zéro! Blade Gardia! Zij is dan. Alle scouts in Nederland en België. We hebben Blade. Transfervrij. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech is... Hij zegt, je bent zier, maar dan breed. Chris, en we hebben Johnny, we hebben nog niet eerder gezien. Wat kunnen we van jou verwachten? Een beetje skills, je weet. Maar niet te veel verwachten. Jullie zullen wel zien. Ben je wakker? Je lag net nog te slapen daar, zag je. Niet te veel praten. Ik? Binnen laten praten. Naar de linker. Oké. Ja, zo simpel kan het zijn, toch? Johnny! Fout! Ja, fout. Oké, Johnny. Zakelijk. 2-0. Wahajush. Joush. 2-2. Toutou. Za. Joush. Nee. Oh, handrem. Handrem. Match point. Blade Guardia. Les redding. Guardia. Jij kan op voorsprong komen. Boom. Oh, waarom? Zag je die redding? Het voetje van Blade. Zag je die redding? Sparta. Luke, de goalkeeper. Sparta. Hoe was de goalkeeper at your time? Roy. Kortsmit. Yes. Hi, Roy. Hi. I think Roy is not watching. Yeah, of course. Johnny, Bashir, plek voor de halve finale. Wie van hun wint, gaat door. Steenpapier, schaar op de bepaalde wie als eerste moet beginnen. Oké, Johnny gaat als eerste aanvallen. Bashir in de verdediging.
Geen goal. We hebben een goede check gedaan. Het is geen goal. Oh, Akka. Oh, wat een redding weer van. Ja. Is hij de lang? Oh, dat is een verkeerd. Ja, ik weet het toch niet. Bellingham. 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 Vest gaat uit. Shirt gaat uit. Oh. Het vest gaat uit. Oh, draai. Oh. Ah, jammer. Ja, lele. Ja. Hens. Oh, opdrukken. Hij gaat opdrukken. Ja, sterk. Conditie is ook belangrijk. Oké. Zijn net! Hoog snelheid. Abidal! Abidal dingen! Penalty! Dit zijn Abidal dingen! Wat? Blessure, EHBO. Wat is dit? Broer, verkeerde spoor, voor niet zo man. Docteur. Je suis no docteur. Pelate! Oh, Sofia! Hey! Blind! Gardia! Een plek. Penalty voor de plek in de halve finale. Dansen. Ja, en in die spannende battle tussen Bashir en Sean trekt Sean aan het langste eind en gaat hij door naar de halve finale. Christopher, bedankt voor het meedoen. Helaas, de volgende keer beter. Halve finale? Natuurlijk, tegen Ryan. Tegen Ryan? Ja. Probleem? Nee, ik pak hem wel.